Maar als we dan een situatie schetsen, over 10 jaar jouw huiskamer en er hangt 1 foto boven de open haard met, van een overwinning. Wat zou dan een droom zijn welke daar dan zou hangen? Champs-Élysées of een WK of noem het allemaal maar op. Ja, dan misschien wel Parijs-Roubaix. Parijs-Roubaix? Oké. Okay. Dat is natuurlijk ook wel een droomkoers. Ja, net als afgelopen weekend Ronde van Vlaanderen, de klassiekers, dat zijn natuurlijk ook een magische koers om te zien en om te rijden. Maar met een andere Champs-Élysées of WK zou ik ook hartstikke blij zijn. Tevreden, ja. Ja. Ja, Olaf Kooi, 19 jaar. Om maar te beginnen, hoe zie jij jezelf eigenlijk? Als een groot sprinttalent, als een jonge wielrenner die leuk bezig is, of als een toekomstige veelwinnaar? Ja, eigenlijk geen van alle drie eigenlijk. Hoe dan? Ja, je bent gewoon bezig met je sport natuurlijk, maar het is niet dat je jezelf met zo'n stempel bekijkt. Ik ben gewoon... Gewoon bezig met mijn sport en probeer het beste eruit te halen. Maar uiteindelijk zie ik mezelf natuurlijk ook gewoon als een persoon ook die naast het wielrennen. Maar als wielrenner wel als sprinter eerder, ja. Maar sprinttalent, die sticker, die plak je liever niet op je voorhoofd? Ja, dat mag. Als andere mensen dat willen doen, dan vind ik dat prima. Daar heb ik geen moeite mee. Maar, nee, zelf zou ik die niet snel mijn voorhoofd pakken. Nee. Nou, laten we het eens hebben over dat sprinten van jou. Van wat voor sprinter ben jij? Ben jij volgens jezelf heel explosief? Een jongen die meteen als raket wegschiet? Noem een Dylan Groeneweg bijvoorbeeld. Of ben jij een jongen die langzaam op gang komt, maar als die eenmaal op topsnelheid is, dus meer een Marcel Kittel of zo, als we dat moeten vergelijken? Ja, dat vind ik ook nog lastig. Ik denk dat ik dat ook nog een beetje moet ontdekken, welke sprints mij het beste liggen en waar mijn kwaliteiten echt liggen. Maar ik denk dat ik wel een redelijke aanzet heb, maar ook over een langere periode goed mijn sprint vast kan houden. Dus ik hoop eigenlijk beide facetten beter te ontwikkelen nog. Het is een beetje een ontdekkingsreis ook eigenlijk. Ja, nee, absoluut. Het is... Net wat je zegt, het is gewoon nog ontdekken en kijken waar mijn kwaliteiten het beste tot z'n recht komen. Voorlopig is die ontdekkingsreis wel aardig geweest in 2020 voor jou. Overwinningen in Kroatië, Slovenië, Italië, Polen onder meer. Heb je jezelf verrast eigenlijk? Ja, zeker in het begin van het seizoen. Dus eigenlijk nog voor de corona-uitbraak. In de eerste 3 wedstrijden... Heb ik mezelf wel verbaasd, zeker. Dus waren wel mooie verrassingen. En daarna natuurlijk een lange periode zonder wedstrijden. Maar door die eerste wedstrijden wist ik wel dat ik mee kon doen voor de prijzen. En blij dat ik dat vanaf de herstart weer heb kunnen oppakken. Maar was het echt, want je noemt zelf ook het woord verrassing. Was het echt een verrassing het begin van het jaar dat je zo kon meedoen op de prijzen? Ja, toch wel een beetje. Je hoopt natuurlijk wel dat je gelijk mee kan doen en dat je er staat. En ik wist ook wel dat ik fysiek een mooie stap had gezet. Maar het is natuurlijk als je overkomt van de junioren altijd de vraag waar je staat in een nieuwe categorie. En dat bleek... Dat bleek goed te zijn. Jouw zegen in de Coppi Bartali, begin september, die maakte wel wat los, geloof ik. Volgens mij op Pro Cycling Stats keek ik die dag ook even, was je met afstand de meest opgezochte renner. Dus dat geeft wel aan dat mensen toch even gingen opzoeken wie Olaf Kooi was. Ben jij voor je gevoel daar echt doorgebroken? Nou, mijn echte doorbraak bij de pros wil ik het nog niet noemen. Het is natuurlijk nog een wat kleinere wedstrijd, maar ja, het is zeker wel... Wel eentje van een hoger niveau dan mijn andere overwinningen dit jaar. Het is natuurlijk op profniveau en tussen meerdere World Tour teams die daar aan de start staan, is het super mooi om daar ook een overwinning te kunnen behalen. Merkte je wel echt dat dit dan een profzege was? Jouw eerste profzege in vergelijking met de aandacht die het kreeg en hoe vaak je genoemd werd daarna en hoe vaak je in het nieuws kwam? Ja, het is inderdaad wel, het heeft wel een extra dimensie aan zo'n overwinning, denk ik. En, het wordt inderdaad wat meer opgemerkt en
ja, zo'n profoverwinning is toch nog van een ander niveau, ja. Wat betekent dit voor jou persoonlijk? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk... Was het gewoon een overwinning als alle anderen? Ja, uiteindelijk blijft winnen. En het gevoel van als eerste over de streep komen is niet per se heel anders in zo'n wedstrijd dan in andere wedstrijden. Dus het was wel extra mooi dat het een profzege was. Maar persoonlijk heeft het ook niet heel veel veranderd. Nee. Vlak daarvoor, in juli, werd natuurlijk al bekend dat je vanaf juli volgend jaar de stap naar de profs gaat maken, op je 19e. Waarom is dat dan nu al de juiste stap? Want het klinkt best vroeg natuurlijk. Ja, het is natuurlijk wel het is vroeg, maar het is snel gegaan afgelopen jaar. En ik ben gewoon super blij met de ploeg waar ik nu in zit. En ik geloof in dat de beste stap is voor mijn ontwikkeling. En ik kijk er gewoon heel erg naar uit om die overstap te maken. En waarom denk je dan dat het niet te vroeg is? Nou, ik heb natuurlijk ook net dat je die combinatiewedstrijden rijdt tussen de profs en bijvoorbeeld Coppy Bartoli al, dat ik daar ook al goed mee kan doen in zo'n sprint. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat de juiste stap is. En ook vanuit de ploeg hebben ze er vertrouwen in dat de juiste stap is. Had je soms misschien al zelfs dat je op het continentale niveau de juiste uitdaging miste, dat je soms dacht van nou, ik leg ze er wel heel makkelijk op, of ik heb dit wel gezien, ik wil nu al tegen 's werelds best rapste mannen sprinten? Nee, dat niet. Een koers winnen is nooit makkelijk en dat blijft altijd lastig op welk niveau dan ook. En inderdaad, we hebben wel een paar combinatiewedstrijden gehad, zoals de Ronde van Tsjechië en Coppy Bartoli, dus dat is wel... Dat is inderdaad wel een extra uitdaging die, waar je misschien ook wel naar op zoek bent. En ja, dat is mooi dat die combinatie ook mogelijk is. Als ik dan een paar namen opnoem, kijk, ik ben nooit van het vergelijken. Maar Dylan Groenewegen, 22 toen hij naar de World Tour ging. Fabio Jacobsen, 21. Kees Bol, 23. Olaf Kooi, 19. Wat zegt dat dan voor jou als je die vergelijking hoort? Ja, vergelijken is altijd lastig en misschien ook wel gevaarlijk, maar dat doe ik dan ook eigenlijk zelf niet echt. Ik ben gewoon bezig met mijn eigen ontwikkeling en carrière en dat zijn natuurlijk wel mannen waar je naar opkijkt als sprinters en die hele mooie dingen hebben laten zien, waarvan ik uiteindelijk ook hoop dat ik dat ook kan laten zien. Is Jumbo-Visma de ideale ploeg om jezelf te ontwikkelen als sprinter? Dat denk ik wel, voor mij wel. Ja, ik voel me heel erg op mijn plek bij de ploeg en ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin, dus dat denk ik wel, ja. Maar dat zit er meer in, je op je plek voelen en naar je zin hebben, toch? Ja, maar dat is ook belangrijk in je ontwikkeling, denk ik. Als je niet goed voelt binnen een ploeg, dan heeft dat ook effect op je resultaat uiteindelijk. Dus dat is ook wel een belangrijk punt. Maar is dat dan hun aanpak op sprintgebied, dat je gewoon heel erg fijn vindt? Ja, ik weet natuurlijk niet echt hoe dat binnen andere ploegen gaat, maar het is natuurlijk wel een Nederlandse ploeg en dat spreekt me ook wel heel erg aan. Je noemde net al, hè, toen ik die de Groenewegen, Jacobsen, Bol, dat rijtje opnoemde, dat je daar tegenop kijkt. Heb je specifiek één man waar je tegenop kijkt? Of keek, een oude sprinter misschien? Nee, niet per se eigenlijk. Er zijn natuurlijk een hoop sprinters waar je gewoon met bewondering naar kijkt, maar er is niet per se één man waarvan ik denk van nou, dat is wel... Degene tegen wie ik het meest opkijk. Je hebt ook nooit een idool gehad of zo waarvoor jij op je fiets gesprongen bent? Nee, dat niet zozeer eigenlijk, nee. Waarom ben je begonnen met fietsen eigenlijk? Ja, ik denk eigenlijk wel door mijn vader, die ook altijd op de racefiets vertrok. En zelf leek me dat ook wel hartstikke leuk. En zodoende ook al op jonge leeftijd de fiets opgestapt eigenlijk. Je gaat met Dylan Groenewegen samen rijden volgend jaar. Hopen we natuurlijk, want we weten natuurlijk allemaal wat in augustus gebeurd is. Maar we hopen dat hij volgend jaar weer volledige sterkte kan terugkeren, net als Fabio Jacobsen. Maar wat verwacht je van hem te kunnen leren in de ploeg? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb in januari al een keer met hem mee mogen trainen, sprinttraining. Dus, en dat gaat er hard aan toe, hè, zijn sprinttraining, geloof ik. Ja, Kotst in de bermen. Dat zijn pittige trainingen, ja, daar word je niet gespaard. Nee, daar leer je gewoon van ook... Ook door alleen al naar te kijken natuurlijk, dat je moet gewoon je ogen open houden en kijken hoe die mannen het aanpakken en daar de juiste dingen van proberen op te steken. Ja, merkt hij dan meteen van, ik word door Dylan een beetje onder mijn hoede genomen van, kijk Olaf, let hierop en hierop. En,
Nee, dat niet zozeer hoor, dat niet zozeer. Maar het is wel, ja, het is wel leuk om met zo'n grote naam daar tegen te sprinten. Het kan je alleen maar beter maken, toch, lijkt me? Ja, dat denk ik ook. Dat is natuurlijk het voordeel van een opleidingsploeg die onder een World Tour team hangt. Dat, daar zit zoveel kennis en kwaliteit ook binnen die ploeg. Dat maakt inderdaad alleen maar sterker. Ben jij dan, want voor Dylan Groenewegen is natuurlijk echt een jarenplan uitgestippeld. Hij reed in 2016 voor het eerste Tour. En toen had het ploeg echt als doelstelling van, nou, we gaan langzamerhand een sprinttrein formeren. Waarmee we uiteindelijk zoveel jaar later een etappe willen winnen. Is dat plan er ook voor jou, dat jij echt in een sprinttrein terechtkomt? Nee, dat plan is nog niet zozeer opgesteld. We zullen ook deze winter gaan kijken naar het programma van volgend jaar. En daaromheen ook wel een plan maken natuurlijk. Dus. Heb je nu al voor volgend jaar een profkoers waarvan je denkt van, nou, die zou ik graag in mijn eerste jaar meteen af willen vinken? Ja, nee, niet zozeer. Ik ben benieuwd. We gaan deze winter zien wat mijn programma zal worden. En daaruit zal ik wel een aantal doelen pikken waar ik mezelf wil laten zien. Geen wedstrijd waar je al van droomt, stiekem? Nou, natuurlijk droom je van de grootste wedstrijden, maar dat zit er voor volgend jaar nog niet in. Maar uiteindelijk zijn de allergrootste wedstrijden, zoals de Tour, natuurlijk wel iets waar je van droomt. Ja, want wat zijn nou in jouw nog jonge carrière, heb je dan al concrete doelen? Van, stel je voor, we kijken over 5 jaar of zo, van waar wil ik dan staan? Nou, dat zijn natuurlijk niet echt concrete doelen, denk ik. Dat is eerder, zijn denk ik droomdoelen die je voor ogen hebt natuurlijk. Wat ik net zei, de concrete doelen die zullen rondom het wedstrijdprogramma gemaakt worden voor volgend jaar. Maar als we dan de situatie schetsen, over 10 jaar jouw huiskamer en er hangt 1 foto boven de open haard van een overwinning. Wat zou dan een droom zijn welke daar dan zou hangen? Champs-Élysées of een WK of noem het allemaal maar op. Ja, dan misschien wel Parijs-Roubaix. Parijs-Roubaix? Oké. Dat is natuurlijk ook wel een droomkoers. Net als afgelopen weekend de Ronde van Vlaanderen, de klassiekers, dat zijn natuurlijk ook magische koers om te zien en om te rijden. Maar met een andere Champs-Élysées of WK zou ik ook hartstikke blij zijn. Tevreden, ja. Maar je bent dus niet alleen maar een snelle man. Als je Parijs-Roubaix daarvan droomt, dat betekent dat je ook aardig over keien moet rijden. Ja, ik zeg niet dat dat het beste bij me ligt, Roubaix, maar ik denk inderdaad eerder dat mijn kwaliteit in de sprint ligt. Uiteindelijk zou ik me daar ook meer op focussen, denk ik, in het begin van mijn carrière. Maar we gaan zien hoe zich dat ontwikkelt. Je hebt het al een beetje verraden, maar als ik jou dan de concrete vraag stel, waar zie jij jezelf over 5 jaar? Wat zeg je dan? Ja, dan hoop ik toch dat ik sprints kan winnen op het hoogste niveau. Dat is uiteindelijk wel waar ik van droom, ja. En het hoogste niveau is gewoon World Tour of is dat groter onderwerp? Een groter onderwerp, ja. Ja, dat is wel een droomdoel, zeg maar, om ooit etappen te winnen in een grote ronde. Hey, is het nu fulltime fietsen voor jou of ben je daarnaast nog met studie en andere zaken bezig? Nee, op het moment is het inderdaad fulltime gefocust op de fietsen, ja. Ook helemaal nu geen studie meer die erbij komt kijken of... Nee. Bewust volle focus op de fiets nu? Ja, klopt. Ik heb afgelopen schooljaar dan mijn VWO afgerond. En tegen die tijd was het ook wel, zag de toekomst natuurlijk ook al goed uit ten opzichte van het fietsen. Dus toen heb ik wel besloten om volledig op het fietsen te focussen. Ja. Dat lijkt me best wel een stap. Want dan moet je echt je toekomst gaan bepalen. Van ja, ga ik nu door met school? Sluit ik een loopbaan in de maatschappij of zo niet uit? Of ga ik echt volledig voor het fietsen? Dat beslist niet van de een op de andere dag. Nee, al is dat voor mij niet een hele moeilijke beslissing gehad. Moet ik eerlijk zeggen. Ik heb natuurlijk eigenlijk altijd gedroomd om een profielrenner te worden. En voor mijn hobby uiteindelijk ook mijn beroep te maken. En ja, dat het uiteindelijk lukt, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En vind ik het niet heel erg om op school op dit moment links te laten liggen. Hoe vaak trainen per week nu? Nou, op dit moment is het seizoen erop, dus zit ik eigenlijk in mijn rustweken. 2 weken rustig aan, dus dan... En wat is rustig aan voor jou? Ja, rustig aan is eigenlijk geen verplichtingen. Dus de fiets op als het mooi weer is en als ik zin heb. En na die 2 weken zullen we weer een planning gaan maken voor,
ja, voor de opbouw richting het nieuwe seizoen. Heb je dan ook wel zin om zo in een rustperiode te fietsen? Of heb je zoiets van, nou, ik laat hem even staan? Ja, soms inderdaad niet. Soms hoeft dat dan ook niet. Na een jaar vol focussen op wedstrijden en bezig zijn met trainen. Dus nee, dan kan ik hem ook wel eens laten staan, ja. Trainingskampen natuurlijk, maar ook in Numansdorp hier lijkt me. Is het een beetje fijn trainen hier in de omgeving? Ja, ik ken de wegen natuurlijk goed, dus ik train hier nog altijd gewoon graag. Ik doe mijn rondjes hier nog altijd graag, dus het is fijn om op je thuiswegen te trainen. Ja.